Robin, een frustrerende middag lijkt me. Ja, met al wel. Vooral omdat je eigenlijk gewoon nalaat om hier te winnen. En dat je uiteindelijk verliest met een ongelukkig doelpunt. 3 goals afgekeurd uiteraard. Dus ja, al met al is het wel frustrerend. Ja, hoe heb jij zelf die 3 afgekeurde goals beleefd in het veld? Ja, nee, meer afwachtend. Je ziet altijd dat het misschien net op het randje is. Net eroverheen of net niet. En dan hoop je dat het gewoon een goal is. Alleen ja, ze trekken lijntjes. En blijkbaar was het 3 keer redelijk close. Ja, dan is even niet het geluk aan onze zijde. Maar uiteindelijk moet je doorgaan. Ik vind dat we dat redelijk goed hebben gedaan. Of tenminste, we waren de bovenliggende partij. We creëerden wel wat mogelijkheden. We een paar grote kansen. En we geven weinig weg. Dus ja, al met al doe je het al goed. Kun je eigenlijk bijna niks verwijten, behalve dat je niet scoort. Hoe moeilijk is het dan in de laatste 10 minuten? Utrecht gaat dan met z'n allen achterover hangen om dan nog wat te creëren. Ja, dat is ontzettend moeilijk, omdat je natuurlijk zouden de ruimte is klein. Anderzijds moet je geduldig blijven en maar wel hoog baltempo spelen. En ik denk dat we wel tot genoeg voorzetten komen. Zijn gekomen in ook de laatste 10 minuten. Alleen ja, dan moet je een beetje geluk hebben met of die goed valt of niet. Met natuurlijk Manfred die er dan nog in komt. Daar moet je een beetje geluk mee hebben. En ik vond wel dat we dat redelijk goed hebben uitgespeeld, omdat je wel tot voorzetten komt. Maar wat ik zei, dan moet je geluk hebben dat iemand daar tegenaan loopt. Sparta komt nu over jullie heen. Volgende week ontvangen jullie Sparta in de Goalsvesten. Komt daar nog iets van extra druk bij? Nee, dat niet. Natuurlijk, je wilt elke wedstrijd winnen. We wisten als we deze zouden verliezen dat Sparta over ons heen zou komen. Maar anderzijds, wij wilden gewoon de wedstrijd winnen om dicht bij AZ te blijven. Dat was ons voornamelijke doel. En nu is het gewoon nog steeds elke wedstrijd weer die punten pakken. En dan zie je het aan het eind van de competitie wel. Even positief eindigen. De dag begon natuurlijk mooi met de supporters in Hengelo. Die konden niet in Utrecht zijn. Hoe hebben jullie dat als spelers goed beleefd? Ja, dat is ontzettend mooi. Dat ze, ondanks dat ze uiteindelijk de keuze hebben gemaakt volgens mij om er niet bij te zijn. Of in ieder geval en volledig terecht. Als je niet met zulke grote getalen mag komen, ja, dat is ongelooflijk. Maar dat ze dan wel ons laten zien dat ze er zijn. En op een zondagochtend zo vroeg, 9:30, is een knettergek. Maar ontzettend mooi dat kan en dat ze dat doen. En dat voelen wij en dat is alleen maar mooi dat die wisselwerking er is. Top, dankjewel.